Hallo allemaal, in deze video ga ik het hebben over de molariteit. De molariteit is de concentratie in mol per liter. Als het goed is, heb je al wel eens een keertje het gehad over concentratie, maar dan heb je dat uitgedrukt in gram per liter. En daar gaan we ook eerst even mee beginnen. We gaan eerst eens dus een beetje oefenen met hoe zat dat ook alweer met het aantal gram per liter. Hier heb ik weer suiker, dit plaatje moet je bekend voorkomen uit een eerdere video. Ik heb hier water. Suiker lost op van de waasbindingen, waterstofbruggen verbreken en dat suiker verdeelt zich over het water homogeen verdeelt en je krijgt een concentratie. Die concentratie die kun je berekenen. Ik heb ervoor gekozen 10 gram suiker op te lossen in 1 liter water. Dus 10 gram per 1,0 liter. Nou, 10 gram gedeeld door 1 liter. Dus de concentratie, concentratie suiker is 10 gram per liter. Eigenlijk hoef je daar niet zoveel aan te rekenen, maar ik laat het alvast wel even zien, want dit is eigenlijk de meest voorkomende berekening die je daarmee gaat doen. Het aantal gram delen door het aantal liter. Dus als ik 10 gram suiker oplos in 1 liter water, heb ik een concentratie van 10 gram per liter. Als je nu oplet, zie je dat ik. De aantallen hebben veranderd. Nu wil ik 20 gram suiker oplossen in 2 liter water. Dus 20 gram gedeeld door 2,0 liter. Als ik dat door elkaar deel, hé, hey, de concentratie suiker is dan nog steeds 10 gram per liter. Dan de derde situatie: 5,0 gram. Dus 5,0 gram, maar nu. Per halve liter, 0,50 liter. Als ik dat ook weer uitreken, dus 5 gram per een halve liter, dan is de concentratie eh, suiker is ook 10 gram per liter. Dus ook in dit geval is de concentratie gelijk. Dus ook al heb ik verschillende hoeveelheden suiker of verschillende volumes, als die verhouding elke keer hetzelfde is, komt daar dezelfde concentratie uit in gram per liter. Maar in dit geval willen we gaan rekenen met de concentratie in mol per liter, dus het aantal deeltjes. Dat kunnen we doen, we kunnen die concentratie omrekenen. En als je goed kijkt, zie je dat het aantal liters blijft hetzelfde. Dat hoef je dus niet om te rekenen, we hoeven alleen maar van gram naar mol om te rekenen. En dat kun je al. Als je van mol, eh, gram naar mol omrekent, doe je gedeeld door de molmassa in gram per mol. En vandaar ook dat ik hier de molecuulformule bij heb gezet. Als je dan de molaire massa opzoekt in binastabel 98, 342,30 en je deelt 10 gram per liter door de molmassa, dus die 342,30. Dan komt eruit. 2,9 keer 10 tot de macht min 2 mol per liter. Dus de concentratie suiker kun je omrekenen van gram per liter naar mol per liter. Door het aantal gram te delen door de molmassa kom je op het aantal mol. Als je weer andersom zou willen, het aantal mol per liter kun je ook omrekenen naar het aantal gram per liter. Dan vermenigvuldig je. Met de molmassa. Kun je zelf ook wel even uitproberen. Die 2,9 keer 10 tot de macht min 2 keer 342,30 en dan kom je weer uit op 10 gram per liter. Dan hieronder de notatie. De notatie kun je heel verkort weergeven door vierkante haken te gebruiken om het deeltje wat is opgelost. Dit is het suiker en daar staan vierkante haken omheen. Dat betekent de concentratie in mol per liter. En dan zet je daarnaast is 2,9 keer 10 tot de macht. Min 2, en dan mag je zeggen mol per liter, maar ook de grote M van molair. M is molair. Dus deze notatie die je hier ziet is ontzettend belangrijk. Dit zul je vaak tegenkomen: zo'n dus grote M staat voor molair, dus het aantal mol per liter. Gaan we nu verder met uh, zouten? En ook daarbij kun je natuurlijk berekenen wat de concentratie is. En de simulatie uh, die je daarvoor zou kunnen gebruiken om daar zelf eens mee te prutsen, die vind je hier. En hier heb ik zo'n plaatje van die simulatie. En het gaat eigenlijk om de volgende dingen. Ik heb hier een stof, kobalt-2-nitraat, CO, NO3 tussen haakjes, twee keer. En daarvan heb ik 6,17 gram kobalt-2-nitraat opgelost. En ik wil weten de molariteit van deze oplossing. Dat gaan we berekenen. En de eerste stap is om dan te weten hoeveel gram per liter hebben we. Nou, ik weet, ik heb 6,17 gram. Dat weet ik. In hoeveel liter zit dat? Nou, dat kunnen we aflezen. Dit is een halve liter, dus dit is 0,7 liter. Ik kan het maar he, niet preciezer aflezen. Eén cijfer significant. Dus ik heb 6,17 gram gedeeld door 0,7 liter. En dat reken ik even uit. 6,17 gedeeld door 0,7 is 8,8 gram per liter. We gaan weer van gram per liter naar mol per liter. Daarvoor heb je de molmassa nodig van kobalt 2-nitraat. Die heb ik uitgerekend met behulp van binastabel tabel 99. En we gaan weer rekenen. Dus 8,8 gram per liter gedeeld door de molmassa. 182,95 gram per mol. Is het aantal mol per liter. Nou, dat reken ik uit. 8,8. 6,7 gedeeld door 0,7, nog een keer even met onafgeronde getallen verder rekenen, gedeeld door 182,95 is 5 keer 10 tot de macht min 2 molair, of het aantal mol per liter. Dus de concentratie is nu 5 keer 10 tot de macht min 2 molair. Gaan we verder naar de notatie. Zoals bij de suiker zou je zeggen, nou, dat is dit de notatie. Vierkante haken om dat zout heen. Maar een zout splitst in ionen. Dus deze notatie, daar zet ik een kruis voor, die is fout. Welke notatie geldt wel? Nou, je mag wel zeggen de modaliteit van de oplossing van kobalt-2-nitraat is 5 keer 10 tot de macht min 2 molair. Maar van die ionen want hij splitst in ionen, weet je dat misschien niet. Misschien is het niet 5 10 tot de macht -2 molair. Dat ga ik je ook laten zien aan de hand van de oplosvergelijking. Hier heb je de oplosvergelijking. En ik heb de concentratie van dat eerste stukje, dus hoeveel ik heb opgelost per liter, heb ik erbij gezet. Maar hoeveel heb ik nou daadwerkelijk opgelost? Want aan het einde, als het is opgelost, heb ik hier niks meer van en is alles gesplitst in ionen. Dat kun je zien aan de hand van de coëfficiënten die ervoor staan. Dus ik heb hier 5 keer 10 tot de macht min 2 molair en dat splitst in 1 cobaltion en 2 nitrationen. Dus ik krijg volgens de molverhouding, krijg ik hiervan ook 5 keer 10 tot de macht min 2 molair. Want de verhouding is 1 staat tot 1. Uit 1 zo'n zout. Deeltje ontstaat 1 kobalt 2 ion. Maar van het nitraat ontstaan er 2 keer zoveel. Dus van elk zoutdeeltje ontstaan 2 keer zoveel nitrationen. Dus 1 keer 10 tot de macht min 1 molair. Dat is 2 keer zoveel als het cobaltion. Dan hier de goede notaties. Dus je kan wel zeggen de molariteit van de kobalt 2 nitraatoplossing is 5 keer 10 tot de macht min 2 molair. Wat je dus wel ook mag zeggen met vierkante haken, zijn die losse ionen. Die mag je wel op die manier weergeven. Dus de concentratie van de kobalt 2-ionen is 5 keer 10 tot macht min 2 molair. En die van de nitraat-ionen is 1 keer 10 tot macht min 1 molair. Je weet welke verhouding dat is. Dat kun je halen uit de oplosvergelijking. Ja, dus mocht je niet weten wat de concentratie is van de losse ionen, schrijf de oplosvergelijking op en kijk naar de verhouding waarin die ionen ontstaan. Het rekenen met modaliteit moet je gaan oefenen. En er zijn verschillende varianten van en ik kan niet elke variant in dit filmpje gaan uitleggen. Tijdens de live lessen zal ik dan ook aandacht besteden aan de opgaven die jullie moeilijk vinden. Dus kom naar die live lessen en stel daar de vragen en dan ga ik het uitwerken. Wat ik nog wel eventjes wil doen is voorbeeld 2 op bladzijde 148 van hoofdstuk 5 uitwerken op de manier waarvan ik denk dat hij inderdaad duidelijk is. Nou ja, in principe is het voorbeeld duidelijk, maar misschien wil je dat ook eventjes van mij horen. Je wilt 0,65 liter magnesiumchloride oplossing maken waarin Cl- 0,15 mol per liter is. Hoeveel gram magnesiumchloride moet je dan oplossen? Ik wil altijd eerst weten wat gebeurt er gebeurt. Je gaat iets oplossen. Magnesiumchloride. Oké, okay, magnesiumchloride bestaat uit Mg2 en Cl-. En aangezien de totale lading neutraal moet zijn, nul moet zijn, heb ik twee keer een CL-. Dus de verhoudingsformule is MGCL2. En dat MGCL2, dat los ik op. Dat betekent dat er MG2 plus ontstaat en 2CL-. Die maak ik even wat groter, want dat is echt mijn middelpunt. Ik moet weten wat gebeurt er gebeurt. Superbelangrijk. Een beetje ruimte maken. Zo. Nu kan je dit op verschillende manieren doen. Vaak wat ik eerst doe is van mol per liter even uitrekenen hoeveel mol heb ik. En dat doen we door het aantal liters weg te werken. En hier staat mol gedeeld door liter. Dus ik doe keer het aantal liter. Keer 0,65 liter. Want dat staat hier. Ik wil 0,65 liter van die oplossing maken. Oké, okay. had ik nog niet gezegd. Hey, waar willen we naartoe? Hoeveel gram magnesiumchloride? Daar willen we naartoe. Ah, dus ik moet oversteken. Ik ga van mol. Naar mol. En de verhouding is 2 staat tot 1. Dus ik heb elke keer 2 keer zoveel van de chloride krijg ik, wanneer ik dat zout oplos. Dus ik doe gedeeld door 2 keer 1. Maar keer 1 gebeurt er niks. Dus dit delen door 2. En dan komt uit 4,88 keer 10 tot de macht min 2 mol. En nu kunnen we met deze berekening doorrekenen naar het aantal gram. Dus we hebben hier het aantal mol magnesiumchloride keer de molmassa haal ik uit binnenstabel 98 en dan kom ik op 4,6 gram. Dan zie je dat het antwoord anders is dan het voorbeeld. Bij het voorbeeld hebben ze tussentijds afgerond. Ik zeg altijd dat moet je niet doen. Ik heb niet tussentijds afgerond en dan kom je op 4,6 gram. He, beide antwoorden worden aan het einde goed gerekend omdat je wel acceptabel hebt afgerond. Dus 4,6 gram moet ik oplossen. Er wordt dus weer rekenvaardigheid van, van je gevraagd. Maar ook weer, ik vind het centrum van waar je mee bezig is: weet je wat er gebeurt. Dus ik begin eigenlijk altijd met. Oké, okay, oplossen, oplosvergelijking, reactievergelijking, schrijf de reactievergelijking op en ga daar dan mee rekenen. Nou, ga met de opgave bezig. Het is logisch dat je daar misschien ook in vastloopt. Dus er zijn verschillende varianten. Nogmaals, tijdens de live les, mij vragen stellen, ga ik alles uitwerken zodat je weer op weg geholpen wordt. Ik wens je nog veel succes en alvast een fijne vakantie, want het is bijna mijn vakantie en tot de volgende keer.